Daily Minutes kerstvakantie specials. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 17 december 2022. Dit is het bulletin van zaterdag. Ik merk dat mijn stem niet helemaal fantastisch is. Ja, ik heb me voor de aardigheid even ingelezen. Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen wat QRP is, wat QRP-werken is. Maar voor degenen die dat niet weten, QRP betekent met laag zendvermogen. QRP betekent dus de Q-code eigenlijk om het zendvermogen te verlagen. En QRO is om het zendvermogen te verhogen. Dat kan zowel in een vragende vorm als in de vorm van een mededeling bij Q-codes. Wat ik niet wist, dat is dat eigenlijk QRP-werken voor het eerst al populair was in de jaren 20. Dus dat was de tijd, de eerste jaren van de jaren 20, waren de zendamateurs nog niet eens officieel. Ze hadden geen status. Dat is pas gekomen bij een conferentie, ik meen dat het in 1927 was. Ik al vaker genoemd heb, waar ook de eerste amateurbanden en het roepnamensysteem vastgesteld is. QRP, daar zijn meerdere definities van. Over het algemeen geldt dat voor morse het maximale zendvermogen 5 watt is. En sommige mensen zeggen dat dat voor SSB ook hetzelfde is. Anderen zeggen voor SSB 10 watt. Maar in ieder geval, als je onder de 5 watt zit, dan is dat QRP-vermogen. Ik heb ervaring aan beide kanten van het spectrum. Ik heb ook een tijd lang een flinke eindversterker gehad. En ik ben zelfs elke week nog kort in de lucht met een zendvermogen van 125 kilowatt. Al is dat niet vanuit mijn huis. dat is op een omroepfrequentie. Maar goed, ik weet daardoor wel redelijk hoe het tegenovergestelde ook werkt. Het is verbluffend, want er wordt vaak gezegd van nou, het kost meer moeite om met QRP te werken. Het is veel lastiger. Het is zeker waar dat je wat meer vaardigheid moet hebben. Het is ook goed voor je vaardigheid om QRP te werken. Maar het is zeker niet zo dat die verbindingen zeldzaam zijn. Wat ik wel vaak hoor van mensen die eigenlijk nooit met QRP werken. Of dat het heel lastig is. Je kunt met QRP-vermogens gewoon verbindingen maken. Zij het dat het niet zo ver gaat als met de hoge vermogens. Maar soms nog wel. Soms dan zijn de condities gewoon zo goed. Het is zo dat de verschillen in propagatie zijn wel 50, 60 dB vaak. Of nog meer. Want signalen zijn soms ook helemaal niet te horen. En dan is de demping nog veel groter. Maar in ieder geval, daar zit een behoorlijk spectrum tussen slechte propagatie en heel goede propagatie. En met heel goede propagatie heb je dat vermogen helemaal niet nodig. Ik zat op 11 meter met zelfbouwspullen. En ik heb daar een tijd lang met 200 milliwatt gezeten. En ik viel helemaal niet uit de toon. In de tijd van was de tijd dat het nog niet legaal was. Was rond de tijd dat ik panel ETE werd. In ieder geval, met 200 milliwatt en een heel simpel antennetje kon ik mobiele stations door de hele stad heen werken. En dat was eigenlijk niet opvallend. En de meeste mensen geloofden ook niet dat ik met minder zendvermogen zat. Dus dat was ook wel grappig. Ja, wat zijn de argumenten voor QRP? Ook hier heb ik het me even ingelezen. Kijk, de meeste transceivers zijn in staat om 100 watt te maken als je praat over de korte golf. Je kunt ook QRP werken op hogere frequenties, ook op een lange golf. Hè? Maar in ieder geval praten we nu over de korte golf. In sommige landen mogen de amateurs 1500 watt maken. En in Nederland is het ook zo dat je 400 watt maximaal mag maken. Maar dat er in de praktijk niet vervelend wordt gedaan als dat 800 watt is. Omdat je toch verkeerd kunt meten en dat soort dingen. Dus daar is men schappelijk in. Maar ja, je hebt dat vermogen niet nodig. Dus dat is al één argument. Het andere argument is dat je veel meer kans hebt op storing met hoge zendvermogens. Het is slecht voor het milieu ook nog. Ja, dat zijn overigens allemaal argumenten die voor mij niet meetellen. Ik vind het gewoon heel leuk om met een klein zendvermogen te werken. Dus ja, dat is natuurlijk nog weer iets anders. Maar dat is eigenlijk vooral wat mij erin in aantrekt. En de apparatuur is simpel. Je kunt met veel eenvoudiger antennetuners en antennes werken. Tenminste, de antennes hoeven niet van het hele dikke draad te zijn. Ik heb lange tijd een draadantenne gehad. Die was maar 0,2 mm dik. En het was wel zo dat ik die elke 8 of 10 maanden een keer moest vervangen. Omdat die dan stuk was. Omdat er bijvoorbeeld een
vogel tegenaan vloog. Maar in ieder geval, dat kan. En dat kan met grote vermogens niet. Als ik meer dan 25 watt maak, dan zou die 0,2 millimeter, die zou heel even licht geven. En dan lag hij op de grond, grotendeels. Ja, ik lees op Wikipedia meerdere keren dat er staat: communicating using QRP can be difficult since the QRP'er must face the same challenges of radio propagation faced by amateurs using higher power levels, but with the inherent disadvantages associated with having a... Ja, dat merk ik niet. Ik heb een bekend QSO, wat ik wel vaker laat zien aan mensen. Dat staat op... Ik ga dat nu niet in de uitzending zetten, maar dat staat op YouTube. Dat is een QSO tussen panel WST en panel ETE. En WST is heel verbaasd dat ik met 5 watt zit. En heb je er niet meer van... Maar ja, de verbinding die loopt gewoon prima. Hij zat in Zweden en met 100 watt. En ik zat met 5 watt met een 817 op een minimaal stukje draad. En ik kom goed bij hem door. En ja, waarvoor moet het dan beter? Het was wel zo dat ik wat vaker in de QSB dook dan de andere stations. Maar die verbinding was heel goed te maken. We konden een goed gesprek voeren in SSB. En de modulatie van die 817 die is niet super krachtig. Dus die heb je ook nog niet mee. Maar dat noemde ik van de week bij D-Star ook al. Hè? Maar in ieder geval, het valt reuze mee. Er is heel veel reserve. En je kunt echt hele goede QSO's maken met QRP. Je laat je niks wijs maken. Ja, tegenwoordig met dingen als WSJT en Whisper is het veel makkelijker om met QRP te werken. Want je hebt het vermogen niet nodig, want jij hebt vanwege de modulatie zo tot 20 of 30 dB extra winst. Dus ja, als je normaal met 100 watt zit, dan kun je terug naar 1 watt. En dan heb je hetzelfde resultaat als met SSB in zo'n mode. Daarnaast is er dan ook nog heel langzame morsen. Dat wordt wel gebruikt... Ja, dat wordt wel gebruikt voor die hele lage frequenties, omdat je dan ook heel weinig bandbreedte hebt. Maar de signaal-ruisverhouding is dan beter. Er is daarnaast nog een modulatiesoort dat heet coherente CW. Dat betekent dat je met gekalibreerde frequentie werkt en ook met een gekalibreerde snelheid. En daardoor weet je dus wanneer een teken begint. En dan heb je meer zekerheid of een teken begonnen is of niet. En daardoor kun je signaal veel dieper uit de ruis halen. De modus van Joe Taylor, die werken eigenlijk ook wel een beetje op die manier. Met dat aspect. Maar die gaan daar nog een stuk verder in. En hebben ook waarschijnlijk, ik ken ze niet helemaal, maar waarschijnlijk zit daar ook voorspelling in. Zoals bijvoorbeeld bij modus als Contestia en Olivia erin zit. Ja, nogmaals, ik doe het omdat dat leuk is. Maar het leuke bijkomstigheid is ook dat de apparatuur voor QRP doorgaans goedkoper is. Niet altijd. Als je een IC705 koopt, wat in principe ook een laag vermogensapparaat is, dan hangt dat toch wel een prijskaartje aan. Een 817 ook. Maar er zijn apparaten van onder de 100 euro waarmee je QRP-vermogen op één band kunt maken. Zij het in morsen alleen. Maar tegenwoordig heb je voor rond de 150, 200 euro al een QRP-apparaat voor SSB voor meerdere banden. Dus echt duur is het niet. Nogmaals, ik doe het omdat ik het leuk vind. Er is ook nog zoiets als QRPP, heet het volgens mij. En dan gaan mensen hun vermogen nog verder terugdraaien. Een van die transceivers die ik heb er wel meerdere die dat kunnen. Daar zit bovenin een gaatje in de behuizing met daarachter een potmeter. En daarmee kun je het zendvermogen van helemaal nul tot maximaal vermogen opdraaien. Bij dat apparaat is maximaal vermogen tussen de 1 en 1,5 watt. Dus dat is nog niet veel. Maar je kunt het dan nog verder terugdraaien. En ook dat werkt best nog wel goed. Voor lokale QSO's op 2 meter bijvoorbeeld. Ja, als je een antenne op het dak hebt. Nou, je kunt echt wel met 50 milliwatt kun je de hele stad bereiken hoor. Dat is echt geen enkel probleem. Dus heel veel hoeft het niet. Je ziet het bijvoorbeeld aan mensen die hun D-Star hotspot, wat niet moet, maar die hun de hotspot aan de grote antenne hangen. Ja, dan komen ze zomaar 5 kilometer met zo'n ding. En daar komt 10 of 20 milliwatt uit. En ik heb ook wel eens met LPD-porto's geëxperimenteerd die een EAP-vermogen hebben van 10 milliwatt. En ook daarmee, je komt daar zomaar 2 kilometer mee gewoon met een antenne binnen. Als je meer dan een paar meter boven de straat staat en buiten de bebouwde kon ik het signaal 15 kilometer verderop nog ontvangen. Dus dat gaat goed. Maar nogmaals, ik doe het omdat het leuk is. Dus niet de milieuaspecten, niet de goedkope transceivers, niet de andere voordelen die je hebt. De simpelere antennes die niet zo zwaar belast hoeven te worden. Het is gewoon leuk. En natuurlijk, ik werk geen DX. Hè. Ik werk niet geen super DX. Maar ja, af en toe lukt dat wel. Af en toe kom je wel met een half watt naar Japan.
Ik ken mensen die dat lukte op 10 meter, of ja, recent ook nog lukte op 10 meter in FM met een half watt naar Japan. Ik bedoel, dat kan. Goed, ik heb moeite om het af te sluiten, want ik heb het gevoel dat ik nog niet alles behandeld heb. Maar ik wou het kort houden vandaag. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek, voor altijd de joker van België.